Poepidi papi, poepidi papi. Vandaag Italiaanse opening. Die lens is de hele tijd goor. Jezus. We gaan vandaag iets awesomes maken. We gaan vandaag iets maken waar heel lang al om gevraagd wordt. We gaan iets maken wat heel veel mensen willen zien. We gaan iets maken wat heel veel mensen lekker vinden. We gaan iets maken wat je elke dag wel zou willen eten. Vandaag ga ik laten zien hoe ik mijn lasagne maak. We gaan laagjes maken in onze ovenschaal. Maar we gaan ook laagjes bouwen in de smaken die wij tot ons nemen. Een gebouw van smaken maken. Laag na laag. Beginnen met de fundering. Bouwen het dakje erop. Ook de interieur gaan we maken. En we zetten een kastje neer en een bedje en een stoeltje en een tafeltje waar we aan kan zitten en kan eten. We gaan een heel huis bouwen. Met smaken. Wat een gelul. Je hebt 3 wortelen nodig. Snijven de kontjes vanaf. Schijfjes. Bleekselderij. Die haal je gewoon af. Bleekselderij en je wortelen gesneden. Kijk. Voor een uitje. En dan ga je hem snipperen. En die doen we alvast in onze pan. 4 teentjes knoflook. Die snij je heel fijn. Beetje olie erbij. De uitjes een klein beetje bakken. Knoflook. Beetje roeren. Selderij en je wortelen, die gooi je er ook bij. Even 2 minuutjes een beetje bakken. Zo. Oeh, even roeren. Gelukkig was het on time. 2 blikken gehakte tomaten. Oh man, lekker zeg. Pak je 1 blik die leeg is, die vul je voor de helft met water. En die doe je er een klein beetje bij. En wat we nu gaan toevoegen aan onze pastasaus is een extra dimensie, een extra laag smaak. Lekker zeg! Er kijken ook mensen die geen alcohol drinken, die vragen heel vaak aan mij: hey Nick, kan het ook zonder bier heen, ik kan het ook zonder wijn? Ja, dat kan, maar je mist een laag smaak, je mist wat diepte in je gerecht. Het alcohol wat erin zit, dat verdampt, dus daar heb je geen last van. Probeer het gewoon, want de laag smaak die je krijgt is echt te gek. En heb je hier ongeveer, nou wat zou het zijn? Nou, zal ik even wat vertellen? Godverdomme. Door een foutje met de camera ben ik door net... Oh, zo. Door een foutje met de camera heb ik net het gehakte doorheen gedaan. En ik heb wijn er doorheen gegooid. En dat heb ik niet op beeld staan. Om te bewijzen, ik had rauw gehakt. Kijk, dit is rauw gehakt. Je hebt je gehakte tomaten erin gedaan. Je hebt 250 ml wijn erbij gedaan. En daarop doe je eigenlijk gewoon je rauwe gehakt. En dat trek je helemaal uit elkaar. Dat doe je helemaal zo. En waarom doe je dat nou rauw erbij achteraf? Dan kookt het gehakt gaar. En dan krijg je veel meer een verdeling van het vlees over de hele saus. Kijk, je ziet dus dat het gehakt al gewoon heel mooi verdeeld is. Maar dit moet nog even 2 uurtjes even inkoken. Totdat je een hele dikke saus krijgt. En nou op het allerlaagste vuur. Mijn perfecte lasagne is een lasagne die niet uit elkaar valt. Die niet uit elkaar loopt op het moment dat hij gebakken is. Dus wat doe je als je hem gebakken hebt? Dan laat je hem even rusten. Als je er niet voor zorgt dat je saus genoeg ingekookt is, ingedikt is, dan krijg je een hele natte lasagne. Niemand zit te wachten op een fucking natte lasagne. Je wil dat die laagjes intact blijven van je lasagne. Dus zorg dat je een wat drogere saus hebt. Dus nou gaan we de pastasaus gaat ongeveer een uurtje, anderhalf uur inkoken. We gaan nu een beetje melsaus maken. Je hebt een heel klein klontje boter doe je in een pan. Je hebt 1 ui en 1 knoflook zit hierin. Dit ga je even een klein beetje bakken. 4 blaadjes laurier doe je erbij. 250 ml room, 250 ml melk. En als je dan een paar bubbeltjes omhoog ziet komen, zet gelijk het vuur uit en laat het 10 minuten intrekken. Zeefie, giet je af. Kijk, dit is je ui en je knoflook. En je laurier ruikt echt fucking lekker. 40 gram boter. En als al je boter gesmolten, heb je hier 40 gram bloem. Goed roeren. En dit moet je gaar bakken. Als je het niet gaar maakt, dan blijft het een hele bloemige smaak houden. Een minuutje of 2 lekker blijven roeren. Als het dan gaar is, dan ruikt het een beetje naar koekjes. Het ruikt een beetje naar vers gebakken cake. Dan pak je je melk. Heel klein beetje eerst. Dan roeren. Nog een beetje. En blijven roeren. Blijven roeren. En dan gooi je in één keer al je melk erbij. Blijven roeren. Blijven roeren. En dit is je beetje melksaus. Kijk. Klein beetje zout. En lekker wat peper. En dan pakken we heel even wat nootmuskaat. Normaal wil ik er verse nootmuskaat in doen, maar nu niet. Dus 1, 2, 3, 4. A few moments later. En dan zie je dat hij al best wel aardig wat ingekookt is. Kijk, tijd voor een beetje zout. Even goed wat peper. Verse basilicum. Dan roer je het er een beetje doorheen zo.
Nog een half uurtje, denk ik. Eventually. Kijk, en zoals je ziet, is je saus helemaal ingekookt. Alle vocht is gereduceerd en zit in je saus. Dus je saus is allemaal opgebouwd, allemaal laagjes smaak. En kijk dan. Oh, kijk hoe awesome dit is. Onze bolognese saus. Dan maken we een laagje lasagne bladen. En dan passen ze ook nog je bechamel saus. En die giet je als een extra laagje eroverheen. Een laagje pasta saus doen we eroverheen. Dan hebben we een paar stukjes mozzarella. Die doe je er een beetje tussen. Een paar blaadjes basilicum. Die doe je gewoon een beetje zo. Lasagne bladen. Een laagje. Pak weer een beetje bechamel saus. Pak weer wat lasagne bladen. Goed stevig even aandrukken. Nog een laagje saus. Die mozzarella doen we weer erop. Gaan we lekker er doorheen scheuren. Lasagne blad. Bechamel saus. De laatste laag die je eroverheen gaat doen is gewoon een kaaslaag. Dus je hebt gewoon lekker wat geraspte kaas. Flik je gewoon lekker eroverheen. Mozzarella. Kijk, die kunnen we gewoon zo erop leggen. Oven voorverwarmen op 180 graden. Gaat die ongeveer een half uurtje, 40 minuutjes erin. Later. Man. Dit is leven. Dit is lasagne. En lasagne will never die. Kijk dan. Dit moet je nou eventjes 10 minuutjes laten rusten. En dan is het makkelijker te snijden en op te scheppen. Dan blijft het echt die laagjes behouden. Als ik het nu zou snijden, dan flikkert die heel snel uit elkaar en dan is het fucking lelijk. Oh, maar kom maar. Ik heb hier. Dit is je lasagne. Oh, kijk, hier zie je die laagjes. Dit is echt gek. De wortel en de bleekselderij. Een gehakt sausje. Nog één appie. Dit smaakt zoals seks voelt. Maak deze lasagne. Dit is echt gek. Elke verdieping hier, elke laag, elke verdieping is een verdieping van liefde. Van mij voor jullie. Lekker, man.